gemeente Zuilen is tussen 1900 en 1954 zeer snel gegroeid. Dat moest worden georganiseerd door de gemeentearchitect. En dat was Wim van Horen. Deze man heeft zijn stempel zeer gedrukt op de gemeente Zuilen. Hij heeft heel veel woningen gebouwd, veel scholen en een paar prachtige monumenten. We spreken daarover met zijn zoon Henk van Horen, de bekende presentator en journalist. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat zijn uw eerste herinneringen aan Zuilen? Dat ik vooral veel buiten kon spelen, want het is nu allemaal volgebouwd. Maar in die tijd hield het hier zo'n beetje op. Hier bij de Beatrixlaan, waar ik dan jarenlang heb gewoond. En daarachter was weiland, niks meer. Dus het was altijd spelen en vrijheid en heerlijk. Maar ja, langzaam maar zeker rukte Utrecht op en breidde Zuilen uit. Dus toen groeide het naar elkaar toe. En op een gegeven moment is Zuilen opgeslokt. Door en in 1954, toen u 10 jaar oud was, Klopt. Is Zuilen opgeslokt door de gemeente Utrecht. Ja. En uw vader was toen 24 jaar al dé gemeentearchitect van Zuilen. En hij heeft hier heel veel gebouwd, onder andere het bevrijdingsmonument waar we achter staan. Ja. Wat valt u op aan dat bevrijdingsmonument? Nou ja, het is natuurlijk. Het is de derde versie die hier staat. Daarvoor heeft hij twee andere versies gemaakt. Met allemaal zuilen eromheen en zo. Maar dat werd allemaal veel te duur. Dus het was vlak na de oorlog en alles moest goedkoop. En dus het is een vrij sober monument. Maar ik vind het toch altijd heel stijlvol. Je ziet nog alle kransen liggen van 5 mei en 4 mei trouwens. 'S Avonds wordt hier krant gelegd. En daar wordt ook het vuur, en dat vind ik altijd het kenmerkende. Boven, daar zie je zo'n schaal. En daar wordt dan een gasvlam ontstoken op 4 mei. En dat blijft tot 5 mei branden. En dat vind ik het kenmerkende van dit monument. Die schaal die is gemaakt in de Demka staalfabrieken hier in Zuilen. En hij lijkt sprekend op de fruitschaal die bij mij thuis stond. Dus, mijn vader heeft zich laten inspireren door die fruitschaal, denk ik. Maar het is wel, dat was zeker in die tijd toen het gebouwd werd hier, buitengewoon apart dat er zo'n schaal bovenop stond. En het was ook het kenmerkende, die vlam die dan boven dat monument uitsteeg. Maar ik heb het altijd indrukwekkend gevonden. Uw vader was zeer creatief, kon zaken heel goedkoop bouwen en heeft toch vaak een eigen touch, een eigen visie aan toegevoegd. Dat heeft hij onder andere met de schaal gedaan. Zijn er nog meer elementen waarvan u denkt, ja, dat vind ik toch wel typisch voor mijn vader, de gemeentearchitect hier? Nou ja, om die twee beelden daarvoor te zetten, daar kom je ook niet op. Maar goed, dat zijn een man en een vrouw. Een man en een vrouw. En dat bedacht hij dan. En die, ook die, ja, die hele pakketten ernaast met al die namen erop. Dat is natuurlijk ook, je moet er maar op komen, zou ik zeggen. Dit bevrijdingsmonument heeft ook een aparte muur. Het is een halflage muur waar je dus door kunt kijken naar de wereld erachter. Met ook een aantal open rondingen. Ja. Het heeft een heel open karakter. Klopt. Maar het was natuurlijk de bedoeling. Kijk, die kransen die staan er nu voor, maar het was de bedoeling. En ik kan me nog wel herinneren, vroeger hingen die kransen daar bij die rondingen. Ja. Dus dan pasten ze daar precies in. En dat had hij allemaal van tevoren bedacht. Maar kennelijk vonden ze dat niet mooi meer of weet ik wat. Dus ze hebben nu al die kransen ervoor gezet. Ja, dat is wel handiger waarschijnlijk. Dus zo zie je maar weer de tijd die bepaalt zelf wat er met zo'n monument gebeurt. Daar heeft een architect geen invloed meer op. Maar dit monument heeft ook. Dat is ook al 2 keer verplaatst geweest. Hè? Het is dus die weg hier, het stond eerst een paar meter verderop. Maar die weg die moest worden doorgetrokken. Dus toen moest het monument weer verdwijnen. Zo ging dat hier. En toen is het uiteindelijk, het heeft zelfs aan de overkant nog een tijdje gestaan. En nu staat het weer hier. Dus ze hebben er voortdurend mee gesleept ook. Ja, wat zou uw vader er nou van gevonden hebben dat ze er zo mee sleepten, zaken veranderden? Daar was hij denk ik buitengewoon verbaasd over geweest. En had zich, maar toch niet boos? Nee, niet boos. Nee. Hij vond het ook nooit zo heel erg als weer dingen werden afgebroken. Ja, je maakt als architect iets, je bedenkt iets. En het wordt neergezet, maar het is nooit voor de eeuwigheid. Tenminste, weinig dingen zijn voor de eeuwigheid. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.